de uitgever mij zo'n jaar of 10 geleden vroeg of ik niet zou willen proberen een De Kokje te schrijven. Appie Baantje was al overleden. Toen leek me dat een uitdagende gedachte. Ik kende de heer overigens wel, De Kok en Fledder. Want ik had de jaren daarvoor 126 afleveringen van de serie Baantje gemaakt voor RTL 4. Ik kende ze dus van haven tot gort. Maar ik moest wel even langs bij Appie om te vragen of ik hun karakters wel mocht lenen. En dat mocht. Als ik mij aan 3 voorwaarden hield. En die betroffen voornamelijk De Kok. Hij mocht niet vloeken. Hij mag geen wapen dragen. En De Kok mocht niet vreemd gaan. Daar heb ik mij 126 afleveringen aan gehouden. Tot afgrijzen van de schrijvers van de afleveringen. Want wat is er leuker dan een schietende, vloekende rechercheur die af en toe met een dame in nood in bed duikt. Nou, jammer dan. De Kok is altijd zo gebleven als hij was bedoeld. En zoals hij tot op de dag van vandaag wordt beschreven. Een man die het goede wil. Iemand die deugt. Ook in Baantje 90, De Kok en Moord op Stand, waarin De Kok een lijk ontdekt dat ik heb neergelegd in het paleis op de Dam. Nou, dat kan helemaal niet. En dat mag ook helemaal niet. Maar kom op zeg, we hebben afgesproken, alles kan en alles mag. En Baantje is de baas.